Allemaal hier te zien. Hoop lege plekken door de meivakantie. Maar dat maakt niet uit. Dankjewel. Zo, goede Koningsdag gehad gisteren. We mogen gewoon doorfeesten, hè? Dit is wel onze Koningsdag. Toch? Amen. Ook mensen die via de livestream kijken, van harte welkom. Mensen die misschien op vakantie zijn. Wieber en Maria zijn bijvoorbeeld op vakantie. Die zijn er vandaag niet. Zijn met hun gezin. Hebben ze een heerlijke tijd. We eren ze als onze voorgangers. We zijn blij dat ze even de tijd nemen om even goed uit te rusten met hun gezin. En we zijn dankbaar voor wie ze zijn. Nu kunnen we dit allemaal zeggen, ze zijn er toch niet. Ze kunnen niet. Maar welkom allemaal. Ja, ze kijken misschien mee, maar daar heb ik dan geen last van, hè? Vandaag, Michael. Spreekt. Michael Klaver. Woe! We zien er onwijs naar uit. Hij heeft zich goed voorbereid. Is donderdag nog naar de kapper geweest. Vrijdag heeft hij een hele goede maaltijd gegeten. Dus hij is er helemaal klaar voor. Alle groepen van de Kerk voor Kinderen zijn vandaag in de grote zaal. Dus hartstikke fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Helemaal super. Geniet er ook van alles wat je hier ziet en hoort. Woensdag is de aanbiddings- en gebedsavond. Daar wil ik iedereen echt van harte voor uitnodigen. Als je zegt van, ik vind het best moeilijk om ook door de week mijn blik op Jezus gericht te houden. Kom naar die woensdagavond. Echt, dat helpt. 22 mei start de kennismakingscursus. Dus als je denkt, ik wil deze gemeente beter leren kennen, schrijf je daarvoor in. Kom gewoon daar naartoe. 26 mei is er om 11:15 een doopbespreking. Want op 9 juni is er weer een doopdienst. Dus als je al die keuze misschien al heel lang op je hart hebt om je te laten dopen, laat je niet weer houden door wat dan ook. Ga er gewoon voor. Echt, hartstikke goed. Ik wil van de week was ik bezig om de wasmachine in te gaan ruimen of om dingen te gaan wassen. En toen checkte ik even de zak van het vest van mijn zoon. En daar vond ik een briefje in. En zoals een goed moeder betaamt, opende ik dat briefje natuurlijk, want ik dacht. Want ik was eigenlijk te nieuwsgierig natuurlijk. Hè? Onder het mom van moet het bij het oude papier of kan ik het in de prullenbak gooien. Hè? Snap je. Maar hoe verrast was ik toen het een brief aan ons was. Hij weet het nog niet dat ik dat heb gevonden. Ik zei je moet op tijd zijn vandaag. Want ik ga over jou praten en je weet nog niet wat ik ga zeggen. Dus je kan wel beter op tijd zijn. Maar ik zie hem nog niet. Maar in ieder geval. Bij deze, Tjuma, ik heb het briefje gevonden. En er stond echt, het was een soort
dankbrief naar ons als ouders, lieve mom en dad. Ik zal het niet verder helemaal lezen of niet voorlezen, maar lieve mom en dad, dank jullie wel voor hoe jullie me opgevoed hebben. Ik ben zo dankbaar met jullie als ouders. Wauw. Ik dacht, waarom zit dat in zijn vest? Ik heb het er ook nog niet met hem over gehad, want ik dacht, wanneer zou hij dat briefje dan willen gaan geven aan ons? Dus dat weet ik niet. Ik heb het gewoon op zijn kamer gelegd bij alle gewassen kleding. En ik heb er niks meer over gehoord. Maar dat is wel super gaaf, weet je, als je dat vindt. En het bracht me bij een ander woord uit de Bijbel. Wat ik nu spontaan niet meer kan vinden. Maar het staat in 2 Korinthe 3. En daarin schrijft Paulus aan de Korintiërs. En hij zegt daarin, men kan zien dat u een brief van Christus bent. En dat vond ik zo bijzonder om dat te lezen. Want die Korintiërs, dat waren echt niet van die hele brave mensen. En er gaat ook heel veel over hun gedrag en over wat ze nog anders moesten gaan doen toen ze voor Christus gingen leven. Maar op een gegeven moment zei Paulus gewoon, weet je, jullie zijn eigenlijk de brief van Christus. En hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder als wij ook als brief van Christus leven. Dat we ook voor onze omgeving als een brief van Christus zijn. En ik bid ook voor deze ochtend. Heer, we willen deze ochtend bij u zijn. We willen u ons voortdurend voor ogen stellen. Zoals in Psalm 16 staat, ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Heer, we willen dat u centraal staat. Want u bent de enige. U bent de waarachtige. U bent de weg, de waarheid en het leven. Jezus, en we zijn zo dankbaar voor u. Voor het leven dat u ons gegeven heeft door uw Zoon Jezus Christus. We zijn u zo dankbaar voor uw aanwezigheid op deze plaats. We zijn u zo dankbaar voor dat u woning heeft gemaakt in onze harten. Dat uw Heilige Geest in ons woont. Heilige Geest, wees zo welkom. En zoals ook een woord vanochtend klonk, wij heten de Heilige Geest welkom. Expliciet. Maar de Heilige Geest zegt ook tegen ons, welkom hier. Welkom hier. Wees zo welkom in Gods aanwezigheid. Wees zo welkom om Hem groot te maken. En we zijn zo dankbaar, Heer, voor wie U bent. We zijn zo dankbaar, Heer, voor het verlossende werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. We zijn zo dankbaar, Heer, dat we met elkaar, dat ik met mijn broers en zussen, dat we met elkaar u groot mogen maken. Dat we uw naam mogen verhogen op deze plaats. Dat we uw naam mogen verheerlijken in ons hart. Heer, en dat uw woorden zullen klinken door Michael heen. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u wel dat de kinderen gewoon in deze dienst zullen zijn. Dank u wel dat u ze op hun eigen manier ook kunt raken, Heer. Heer, ook zij kunnen een woord ontvangen van u. Ook hun harten kunnen bemoedigd worden door alles wat ze, of ze, dat ze mee kunnen zingen of meedansen. Heer, hun harten kunnen bemoedigd raken door de woorden die ze snappen op hun niveau. Heer, en ik dank u zo dat uw aanwezigheid hier is. En dat we een levende brief van Christus zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. Thank you.
Zijn jullie allemaal vol verwachting gekomen deze ochtend? Om onze God groot te maken, om Hem lof te prijzen. Want Hij is het zo waard, onze Koning, onze Heer. Halleluja, Jezus. Jesus, we are here, we're here for you. We gathered in this place to honor you. To worship you in spirit and in truth. Oh Jesus, we are here, we're here for you. Lift up your hands, let your praises rise. Open your heart, lose the song inside. Oh, let us rejoice, let us magnify His name. Lift up your hands. Lift up your hands, let your praises rise. Open your heart, lose the song inside. Oh, let us rejoice, let us magnify His name. We lift up our hands to you, Jesus. We lift up. Lift up our hands, let your praises rise. Open your heart, lose the song inside.
gathered in this place to honor you, to worship you in spirit and in truth. Jesus, we are here, we're here for you. Stem op laten gaan naar de hemel en hem te loven en te prijzen. Roep het uit. Roep het uit. Ik wil bij u zijn, o Heer. Welkom, welkom, Heer. Kunnen we de dingen waar we dankbaar voor zijn, kunnen we die gewoon laten horen aan God? O Jezus, dank u voor het leven. Dank u voor uw goedheid, Jezus. Dank u voor uw trouw elke morgen weer. Dank u voor uw goedheid, Heer. Dank u voor genade keer op keer, voor uw goedheid, Heer. Dat we bij u mogen komen. Terug aan Golgotha, waar Jezus leed en stierf voor mij. Zijn handen en voeten doorboord, mijn redder droeg de vloek voor mij.
gebroken en verdriet gehuld, legden ze hem in Jozefs graf, verzegeld door hun zware steen. Messias is geheel alleen. O, prijs de naam van de Heer mijn God. O, prijs zijn naam voor eeuwig. Voor altijd prijzen bij u alleen. O Heer mijn God. Maar 's ochtends vroeg, de derde dag, stond hij weer op, de Zoon van God. Hij overwon, dood heeft geen macht. De koning leeft in al zijn kracht. O, prijs de naam van de Heer mijn God. O, prijs zijn naam voor eeuwig. Voor altijd prijzen bij u alleen. O Heer mijn God. O, prijs de naam van de Heer mijn God. O, prijs zijn naam voor eeuwen, voor altijd prijzen bij u alleen. O Heer mijn God. Maar 's ochtends vroeg, de derde dag, stond hij weer op, de Zoon van God. Hij overwon, dood heeft geen macht, helemaal geen macht meer, halleluja! Halleluja! Maar 's ochtends vroeg, de derde dag, stond hij weer op, de Zoon van God. Hij overwon, dood heeft geen macht. De koning leeft in al zijn kracht. O, prijs de naam van de Heer mijn God. O, prijs zijn naam voor eeuwen. Voor altijd prijzen wij u alleen. O Heer mijn God. O, prijs de naam. Hij komt terug in al zijn pracht, stralende zon doorboort.
de nacht, dan sta ik op, zoals hij deed. Mijn blik gericht op zijn aangezicht. O, prijs de naam van de toont de kracht, de zee buldert uw kracht. Alles zingt in mij, sterren in de nacht, zij schitteren uw macht. Ja, alles zingt in mij, het is ongekend hoe prachtig mooi u bent. Eindeloos perfect. Ja, alles om mij heen zingt voor u alleen. En ik zing mee. U bent zo mooi, zo hoog, zo groot. De schepping aanbidt. U bent zo groot. Want u bent zo mooi. Ja, u zingt over mij. Ik prijs u met mijn stem. Hoe prachtig mooi u bent. Alles over mij. Ik prijs u met mijn stem. Hoe prachtig mooi u bent. Uw liefde zonder dat we hier bij u mogen komen om u te loven en u te prijzen, Heer, want u bent het zo waard. U bent de koning op de troon, waardig om alle eer te ontvangen, hier op de aarde en op de hemel, Jezus. U bent de hoogste, u bent de mooiste. U bent de hoogste, u bent de mooiste.
prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi, uw liefde is zonder eind. Ik prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi, uw liefde is zonder eind. Ik prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi, uw liefde is zonder eind. Ik prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi, uw liefde is zonder eind. Ik prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi, uw liefde is zonder eind. Ik prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi, uw liefde is zonder eind. Ik prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi, uw liefde is zonder eind. Ik prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi, uw liefde is zonder eind. Ik prijs u met mijn stem, met alles wat ik ben. U bent zo mooi. Hang hier deze
Ik verlang naar Jezus, kostbaar lam, dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg hij mijn schuld, met zijn bloed kocht hij mij vrij. Ik verlang naar Jezus, o mijn ziel, verhef zijn naam. Ooit droeg hij de doornenkrans, nu de overwinnaarskroon. Hij verdient ons ag en eerbied, alle glorie voor zijn naam. Hij alleen verdient de hoogste eer, hij die heerst in eeuwigheid. Ik verlang naar je. Tot aan die dag, dat de aarde vol zal zijn van de glorie van uw naam. U verdient ontzag en eerbied, alle glorie. Kostbaar lam, dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg hij mijn schuld, met zijn bloed kocht hij mij vrij. U bent eindeloos mooi, u bent eindeloos mooi, mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit, Heer, u bent.
oneindig mooi. There's only one who overcame the grave. There's only one who's worthy of all praise. And in his hands, the keys of death and hell. And in his name, the power that can heal. By his blood, our sins are washed away. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor. Glorify the Lord, let all the earth tremble, for he comes, and he will judge the living and the dead. The Son of Man coming on the clouds with trumpet sound, and every knee will bow and tongue confess the name above all names. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor. Oh, my.
counselor. He is counselor. He is mighty God. He is mighty God. He's the Prince of Peace. He's the Prince of Peace. The omnipotent. The omnipotent. He is wonderful. He is wonderful. He is radiant. He is radiant. The Almighty God. He is counselor. He is counselor. He's the mighty God. He is mighty God. He is Prince of Peace. He's the Prince of Peace. The omnipotent. The omnipotent. He is wonderful. He is wonderful. He is radiant. He is radiant. The Almighty God. He is counselor. He is counselor. He is mighty God. He is mighty God. He's the Prince of Peace. He's the Prince of Peace. The omnipotent. The omnipotent.
bent Heer. Raak onze harten aan, Heer, dit moment. Doe wat u alleen kunt doen, Jezus. Waar u bent is vrijheid, Heer. Raak ons aan, Heer, deze ochtend. We verlangen naar u. Dit huis, Heer. U vult dit huis, Heer. Met uw glorie. U vult dit huis, Heer. U vult dit huis, Heer. Vul dit huis, Heer, met uw You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
Ontvangt alle eer en glorie. Dank jullie wel. Wat een feest dat jullie ons weer voorgingen. En dat jullie gehoorzaam waren aan de geest. Dankjewel, Jorand. Michael, waar blijf je? Op jou. Yo. Kijk, alles staat klaar. Kijk. Ben je er klaar voor? Zeker. Yes. Zeker. We zien er naar uit. Ik zegen je met bovennatuurlijke wijsheid, vrede en rust. En ik bid ook dat je gehoorzaam zult zijn aan de stem van de geest. Als hij ineens toch iets anders erdoorheen wil doen dan wat je hebt voorbereid. Geef hem de ruimte. En ik bid dat je... dat je sensitief zult zijn voor de stem van de geest. Dat je sensitief zult zijn om te delen wat God op zijn hart heeft. En wat je hebt voorbereid. En wat je weet, waarvan je weet, dit is voor dit moment. Yes. En we ontvangen het met open hart. We ontvangen jouw woorden en jouw voorbereiding met open hart. Omdat we weten dat Gods stem er doorheen klinkt. In Jezus' naam. Yes. Amen. Amen. Ben, dankjewel Mirjam. Goedemorgen allemaal. Goed u te zien, goed u te zijn. Het galpt een beetje, maar dat gaat wel goed. Ik moet zeggen, om mee te beginnen, ik heb echt enorm genoten weer van onze aanbiddingsgroep om ons mee te nemen. Om God groot te maken. En ik moest denken aan die mooie psalm, psalm 150. En prijs hem met cymbalen, prijs hem met de harp, prijs hem met alle instrumenten. En op een gegeven moment, Jeffrey was, ik weet niet meer hoe het heet, hij was te klappen zo op die basgitaar. Slapping? Wauw, hè? Ik dacht, ik moest hem aan level 42 gedachten denken van een tijdje geleden. Ik ben een boomer, sorry daarvoor, maar dat was een tijdje geleden. Maar de puurheid weer van de akoestische gitaar en de puurheid van zang. Dat leek wel een hemmend orgel. En Amir, fantastisch dat je gewoon terug bent in Amersfoort. Wat genieten we van de gitaar. Oh man. Ja, echt. Het is gewoon heerlijk. Met elkaar, met een supergoede drummer erbij. God aanbidden. Ik geniet er echt van. En voor mij kunnen we weer een nieuwe psalm schrijven. Psalm 151. Prijzen met een basgitaar. Prijzen. Gewoon heerlijk. Ja. Vanmorgen wil ik het hebben over een nieuw seizoen. En om te beginnen, om misschien een beetje richting te geven en ook mijn enthousiasme wel kenbaar te maken. We beginnen met Romeinen 1. En dat is een tekst die, ik denk dat al 30 jaar geleden deelde iemand die tekst met mij. Ik denk een jeugdleider van toen. En die is me zo bijgebleven. Romeinen 1 vers 20. Ik ga er even snel doorheen. God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat hij geschapen heeft... blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.
kijk naar buiten, kijk naar de natuur en je ziet eigenlijk al hoe groot God is. Als mensen nog durven te zeggen, ik weet niet of God bestaat. Nou, je moet wel blind zijn. Ik heb de gelegenheid gehad en ik ben daar dankbaar voor. Ik mag af en toe kan wat geld opzij zetten om op skivakantie te gaan. En dan sta je daar boven die bergen. Eigenlijk het mooiste van skivakantie is, je pakt bij een van de hoogste liften. Dan sta je op 2500 meter. En dan kijk je gewoon over die toppen van die bergen heen. En dan denk je, als iemand nu nog durft te beweren dat er geen God bestaat. Ik zou bijna de lelijke woorden gaan gebruiken, maar dat doe ik niet. Maar denk je, het kan niet. En daarom heb ik heb iets met natuur. Ik vind het echt prachtig. Een paar jaar geleden mochten we ook naar Schotland gaan. We zijn groen, maar naar Schotland. En dan merk je, wauw, de kleuren groen. De kleuren groen van Schotland. Als je ooit nog een patiënt hebt en je kan met de boot naar Newcastle. Je pakt een autootje, je komt in Schotland. De kleuren groen van Schotland, het is bizar. Ik denk, Heer, hoe heeft u het zo mooi kunnen maken? Hoe heeft u het zo mooi kunnen maken? Ik wil wat dingen over het seizoen zeggen. Ik wil beginnen met prediker. Ik denk dat de meeste jullie die mooie tekst wel kennen. En ik wil hem gewoon echt in de context van het seizoen plaatsen. Prediker 3. Prediker 3 vers 1. En ik pak een paar versen eruit. Drie van zijn. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. En dan ga ik naar vers 11. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kon doorgronden. Nog een keer. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kon doorgronden. Timing. Mirjam die zei het al even. Ik heb vrijdag een goede maaltijd gehad. En het was omdat ik bij Jubel en Mirjam mocht eten. We hadden nog een cadeautje te goed. Dus ik denk niet allemaal dat die deur wagenwijd open staat. Misschien op een kier. Hè? Maar we hadden nog een cadeau voor hun te goed. En ze hebben ons uitgenodigd om bij hun heerlijk Afrikaans te eten. En dat hebben we geweten. Dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Het mooie is als je de maaltijd deelt, dat je ook je leven deelt. En tijd was kort, kinderen moesten weer weg, maar uiteindelijk hebben we mooie gesprekken gehad. En Mirjam deelde ook hoe Jubril en zij elkaar hebben ontmoet. En je mag het echte verhaal nog een keer in detail vertellen. Ik wil niet het gras van jouw voeten wegmaaien. Maar ze vertelde, er was op een gegeven moment een tijd, ze moest afscheid nemen van dingen. En dat heeft ze gedaan. God sprak tot haar, ze moest afscheid nemen van dingen. En ze kende Jubril wel, niet goed, maar er was al niks aan de hand. En twee dagen later stuurt Jubril haar een kaart of een brief. Al had Jubril dat 3 dagen eerder gedaan, dan was die kaart volslagen gewoon misgeslagen. De verkeerde timing. Mirjam moest iets afsluiten. 2 dagen later stuurde Jubril een kaart. En uiteindelijk was het de perfecte timing die God in hun leven heeft gelegd. En het seizoen van Jubril en Mirjam was begonnen. Amen. Wil ik zeggen. Ja. Timing. Ja. Ben je bewust van de seizoenen? Het is nu voorjaar. Maar ook als je naar de wereld kijkt, ben je bewust van de seizoenen? Als je naar de gemeente Rafael kijkt, wat voor seizoen zitten we nu? Wat is de tijdsgeest van 2024? In welk seizoen zit je zelf? Ben je er bewust van? Ben je waakzaam? Ben je opmerkzaam? Beproef je dingen? Wat is je favoriete seizoen eigenlijk? Ik kom ook weer even terug in het natuurlijke. Groei in de lente. Hard werken. Maar ook de frisheid ervaren.
de snelheid, de groeikracht ervaren. Wauw, wat gaan dingen snel. Het gaat dingen gemakkelijk. Soms lijken dingen wel vanzelf te gaan. Je ziet mogelijkheden. Je ervaart passie. Of de volle glorie ervaren in de zomer. Wauw, heel veel werk is al gedaan. En je ziet wat er allemaal gaat gebeuren. Je ziet de oogst groeien om je heen. En je bereidt de climax van de oogst voor. En daar is de oogst, whatever it is. Wauw, wauw. Zomer. En dan komt de herfst. Je kijkt terug. Je kijkt om. Je bent tevreden. Wauw, wat is God goed. Wat ben ik dankbaar. En je kijkt terug. Stap je terug. Maar misschien ben je wel kritisch. Want de oogst viel misschien wel tegen. Misschien waren je verwachtingen wel 3 stappen verder. Blijf je hangen in de mooie dingen, in de vruchten van het vorige seizoen. Houd je vast in die oogst. Of blijf je wellicht vastzitten, misschien wel in je teleurstelling. Toch allemaal ietsje anders uitgepakt. Of de winterperiode. Durf je echt even stil te staan. Hoe zoek jij God? Kom je tot rust? Sterk je aan? Zoek je zijn woord? Laat je echt alles even los? Of blijf je erin hangen? Misschien is er wel pijn. Is er teleurstelling? Ben je bang? Stiekem wel verlamd? 2 weken geleden heeft Guypé hier gesproken. En dan was hij een paar dagen, maar ook op zondagmorgen was hij hier. En hij heeft gesproken over de deuren. Ik weet niet of het nog herkend wordt, de deuren. Zie je knikjes? Is Mr. Amen in de building? Amen. Ja. En ik dacht, Heer, waar gaat het hier nou over spreken? Gaat u echt het gras van mijn voeten wegmaaien? Ik dacht, deuren, seizoenen. Maar nee, ik heb voor de vrede, voor de boodschap die ik mag brengen vandaag. En ik denk dat het een prachtige opstap ook is. En dat het een prachtige vervolg mag zijn erop. Maar een van de dingen, en wellicht weet u het nog. Als je het over deuren hebt, de mooie metafoor van deuren. De standaardpositie van een deur. Dat is een gesloten deur. De standaardpositie van een deur. Is een gesloten deur. Ja, je zou wel naar de gemeente gekomen. Staat je achterdeur nu open of is die dicht? Ik denk dat die dicht staat. Ik hoop het in ieder geval. In Zielhorst is hij dicht. Ja. Het enige, ja, de enige stap die tussen staat dat jij jouw bestemming mag komen, is misschien wel die gesloten deur. Houd je die zelf, hou je die deur zelf dicht? Of weet je misschien eigenlijk al lang dat je mag openen? Of heeft God de deur al lang zelf op een kiertje gezet? En sta je naar het kiertje? Een tweede punt die ik nog meeneem van 2 weken geleden. Jezus houdt soms nog deuren dicht. Om je te laten groeien. God kan aan je werken in de rust, in de isolatie, in de vrede. Om je voor te bereiden voor weer de juiste timing. Amen. Amen. Ja, maar even terug te komen op Jubel en Miriam. Die deur was dicht. Tot op het juiste moment. Ja. En dat heeft met timing te maken. En een derde punt. Hij noemde hem even heel kort, maar ik wil hem wel aantippen. Als je zelf een deur dicht moet doen, omdat iets je weghaalt met intimiteit met God, doe hem dan gewoon zelf dicht. Ga niet wachten tot God die deur dicht doet. Die doe je gewoon zelf dicht. Haal me weg bij intimiteit met God. Krang! Deur dicht. Ik ga het vanmorgen hebben over een nieuw seizoen. En ik wil het in twee delen met jullie delen. Seizoenen hebben ook betrekking op snoeien, wil ik het over hebben. En vervolgens wil ik het hebben over het nieuwe seizoen van Petrus. En wat deed het? Wat deed Jezus, het leven van Petrus? En hoe zette Jezus Petrus op zijn voeten? En dan ga ik starten met snoeien en tuinieren. We hebben een mooi klein tuintje en daar zijn we hartstikke blij mee. Ik weet niet of iedereen een tuin heeft en misschien... Jongelui, probeer maar een beetje te denken aan de tuin van jullie ouders. Jullie zouden daar veel meer in moeten doen. En ik snap, weet je. Jullie hebben het hartstikke druk. Ik snap het, weet je. Het geeft ook niet. Maar denk even aan, weet je, wat gebeurt er in het tuintje? Als je misschien een balkon hebt,
Misschien heb je wat kennis, heb je familie met een tuin. Probeer gewoon even beeldend een beetje mee te denken. Het is namelijk voorjaar, april. En ook de maand april en mei, ja, het zijn een van de mooiste maanden van het jaar, want alles ontspruit weer. Als je een groeikracht hebt, alles barst uit zijn voegen. En ook weer, of in Nederland zulke mooie kleuren groen als in Schotland gaan halen, dat weet ik niet zo goed. Maar het is prachtig, kleuren groen zijn zichtbaar, alles is fris. En als de zon schijnt, dan voelt het heerlijk krachtig. En als ik het over mijn kleine tuintje heb, hoe hou je die tuin fris? Hoe hou je je tuin in shape? Sommige planten of bomen in die tuin, die mogen juist doorgroeien. Die zijn ervoor, er is ruimte voor gemaakt. Die mogen juist groeien. Ruimte voor. Andere planten, van die mooie heidera's bijvoorbeeld, die klimplanten, is het echt nodig om die dingen bij te houden. Op het begin denk je, wat groeien die grappige klimplanten nog niet snel genoeg. En je knipper even met je ogen en je tuin ontploft. Dat red je niet eens om dat één keer per jaar te doen. Dan moet je misschien wel meerdere keer per jaar doen. En waarom is het dan zo belangrijk? Want als sommige planten gewoon alleen maar doorgroeien, overwoekert het alles. Op een gegeven moment denk je van, ik dacht dat ik een grote tuin had. De tuin wordt steeds kleiner, want die heidera wordt een beetje dik. Of het overwoekert misschien plekken van je tuin, ja, waar juist prachtige andere planten hadden moeten staan. En die krijgen helemaal geen ruimte meer, die krijgen helemaal geen licht. Die groeien helemaal niet meer, omdat andere planten gewoon uit hun voegen barsten. Je moet dus snoeien. Je moet snoeien. En ik ben geen toptuinman, maar ik vind het stiekem eigenlijk best wel leuk. Het is goed voor mijn kop. Ik ben veel met mijn hoofd bezig door de week voor mijn werk. En als ik dan in het weekend een paar uurtjes in de tuin kan vroeten, dan denk ik over een hoop dingen na. Ik kom dan niet altijd rust. En als je over tuin hebt, over Gods schepping hebt, dan zijn het gewoon heerlijke stille tijdmomenten. Ga gewoon in de tuin werken. Heerlijk. Je handen worden een beetje vies, krijg ik, je weet wel, van Esther. Maar uiteindelijk komt dat goed. En ik snoei elk jaar, we hebben 3 catalpa's voor de deur staan. Dat zijn van die bolboompjes. En dat zijn ook van die leuke bomen. Als je die niet elke jaar of 2 jaar snoeit, nou, dan groeien ze zo uit de voegen. Er stond er ooit een catalpa voor ons huis, dat we 20 jaar geleden kwamen wonen. En Fabienne die slaapte voor het huis. We moesten altijd het licht aandoen van binnen de kamer, omdat er een boom voor stond die zo groot was geworden. Dat ging allemaal nergens over. We moesten gewoon overdag het licht aandoen, want het was donker op een kamer. Nou, die bomen hebben we uiteindelijk helemaal gesnoeid, helemaal weg, klaar tot wortel en al. Weg met die boom. Mooie kleine 3 katalpaadjes weer neergezet. Maar die moet je dus wel elk jaar snoeien. En dat doe ik dus ook heel trouw. Maar bij het snoeien kom je altijd wel wat obstakels tegen. Ondanks dat het kleine boompjes zijn, het zijn wel heel veel takken. Dus eigenlijk is het heel irritant, heel veel takken. En bij sommige takken, dat is zo'n trappie, je ziet jezelf een beetje wankel staan, dan kom je er amper bij. En dan zie je daar een tak achter een andere tak. En dan zitten ze tegen elkaar gekleefd. En dan probeer je dat te knippen. En dan kan je er niet door, want je kan geen 2 takken tegelijk knippen. Dus moet je 1 voor 1 doen. Dan denk je, ik moet eigenlijk eerst die achterste doen. Maar omdat die eerste ervoor zit, zie je helemaal niet waar je moet snoeien. En dan pak ik mijn trapje. En dan zet ik hem aan de andere kant. En dan zet ik daar mijn trapje. Dan ga ik weer naar boven. Dan denk ik, hier zit het begin van die tak. Die zit niet hier, nee, die zit hier. Zodat je even perfect, even prima daar kan knippen, waar je ook moet knippen. Je moet er even de tijd voor nemen. En je doet het altijd met het handje. Ik krijg altijd pijn in mijn klauwen. Ik ben geen tuinman. Snoeien heeft een prijs. Je moet er tijd voor nemen. Je moet er goed naar kijken. Andere invalshoeken verpakken. Even over nadenken. Snoeien heeft een prijs. En het aardige van zo'n bolboompje is ook nog, dat de vergane vruchten van vorig jaar, die blijven af en toe met je kleven. Dus af en toe dan zie je al die takken en dan zie ik, wat zit er toch voor raar prutje daar in het midden. Wat zijn van die oude bladeren van het vorige seizoen. Een hoop van die bladeren die vallen gewoon netjes weg en die veeg je opzij en hupskee weg ermee. Maar sommige bladeren die vallen dan tussen die takken en dat blijft daar een beetje, ja, dat vergaat dan lekker. En het wordt een beetje smerig, het stinkt een beetje, wordt vochtig. En pas als je die andere takken gaat wegsnoeien, dan kan het er gewoon tussenuit vallen. Dus als je niet oppast, als je niet snoeit, dan blijven al die mooie vruchten, het is geen zonde, zijn geen fouten, het zijn gewoon dingen van het vorige seizoen. Dat moet gewoon weg. Dan moet je gewoon opruimen, dan moet je lucht geven, dan moet je ruimte geven.
vruchten van het vorige seizoen mag je ook gewoon opruimen. Wanneer heb jij voor het laatst gesnoeid? En dan bedoel ik niet die takken bij jou in je tuin. Wanneer heb jij voor het laatst gesnoeid? Ben je waakzaam? Ben je scherp? Ben je opmerkzaam? Is dat iets wat jij jezelf doet? Is dat een ritme? Heb je daar misschien een timing voor? En wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Doe je het jaarlijks? Sommige broers of zussen hebben een sabbatical week. Ik vind dat wel knap. Box gewoon een week. Apart tijd gezet voor God. Andere mensen gaan vasten. Die vasten misschien wel elke week. Of misschien één keer per drie maanden. Doe mee hier, als we hier vasten in de gemeente. Vast mee. Tijd met God. Wat zegt God? Ik heb best wel veel vakantieperiodes hiervoor genomen. God spreekt tot mij en Esther. Als we tot rust komen. En dan ontvangen we richting. We waren van kamperen. Een aantal jaar geleden gingen we. Het was een mooi vouwwagentje en het Gardameer. Toen waren de kinderen nog wat kleiner. En ik zie mezelf daar nog zitten. En een uur of acht lag de kinderen op bed. We zaten vlakbij een steigertje aan het Gardameer. Om een uur of acht s'avonds. Het gespartel van de kinderen is weg. De speedboten zijn weg. Je hebt alleen maar dat mooie. Het vlakke water. En dan zit je daar op je steigertje. En het kan in mij natuurlijk niet anders dat je met God dan gaat praten. Als je daar zit. En dan spreekt God. En we hebben best wel heel wat grote knopen doorgehakt. Seizoen afsluiten. Kijken naar het nieuwe seizoen. Samen met de Heilige Geest. Geeft hij vrede. Ja. En soms moet je ook rommel of vuil opruimen. En wat is dat dan? In een tuin, om die mooie metafoor weer even terug te pakken, is het makkelijk zichtbaar. We hebben in de achtertuin een paar van die perkjes met wat vaste planten. Ook die moeten worden gesnoeid. Maar na een prachtig seizoen vorig jaar, in de winterperiode die er overheen gaat, is de gezellige bende. Zeer herkenbaar. Maar de vruchten van vorig jaar, de bladeren, er ligt vuil, er is een hoop overheen gewaaid. Af en toe zijn dingen ook een beetje aan het vergaan. Het is blijkbaar ook een goede voedingsbodem voor onkruid. Want ook dat is mooi opgekomen in die tussentijd. Ook zie je mos een beetje opkomen. Goede, vochtige voedingsbodem. Die winterperiode. Er gebeurt echt van alles. Maar wat ik echt heel irritant vind. Niet alle onkruid ziet er aan het begin van het seizoen helemaal verkeerd uit. Ja, je moet natuurlijk wel een hele goede tuinman zijn om dat in één keer te onderscheiden. En dan zie ik af en toe weer van die. Nou, het lijken planten. Ik zie dingen opkomen, het ziet er mooi fris groen uit. Dan denk ik, wow, het ziet er best mooi uit. En dan denk ik een paar weken later, maar wat is het echt voor gek spul? Het overwoekert meteen weer dingen. Na een paar weken zie je van, nou, het is toch niet zo heel mooi groen meer als dat een paar weken geleden uitzag. Je moet het onderscheiden, want het overwoekert, als je niet oppast, je vaste planten, die je dan eigenlijk gewoon op dat juiste moment niet aan het snoeien bent. En ze verstikken misschien wel, de juiste planten. Weer waakzaam. Of het onkruid die gewoon overal tussendoor gaat. Opeens is er. Het ziet er niet eens verkeerd uit. Ja. 1 Thessalonicenzen 5, plas van de week ook. Een paar broers. Beproef alles. En behoud het goede. En soms zien dingen er zo mooi uit. Maar het laat je gewoon af. Guy Pes zou zeggen, hallo. Maar pakken we hem, mensen. Pakken we hem. Hoe scherp ben je met alle stof in ons leven vandaag? Wat kleeft er aan ons? Wat leidt af? Wat overwoekert stiekem? Wat neemt eigenlijk een veel te grote ruimte in? En ziet er zogenaamd, ogenschijnlijk op het eerste gezicht, niet eens verkeerd uit. Maar het haalt ons af van onze bestemming. Van het beste voor dit seizoen en van het beste voor het komend seizoen. En ik wil er wel een paar noemen. En ik geloof dat een belangrijke troef die de tegenstander gebruikt vandaag, is afleiding. Afleiding.
Wat is er verschrikkelijk veel dat als ik naar mezelf kijk, dat me afleidt. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. En omdat het zo breed is, is het soms moeilijk te definiëren. Het is bij iedereen verschillend. Misschien is het wel een aardige oefening altijd van, kijk eens naar de komende week. En helaas, voor mijn werk moet ik dat af en toe doen. Moet ik gewoon even naar de komende week kijken. Van, joh, hoe zit mijn agenda eruit? En dan niet alleen van, oké, wat doe ik overdag, maar inderdaad, ik moet gewoon alles even meenemen. Dan kom ik zelf een beetje in de knoop. Maar eigenlijk is het zo'n goede oefening voor allemaal. Weet je? Kijk jij, nou, er komt de volgende week aan, of mij pak de volgende 2 weken. Hoe ziet die eruit? Waar geef je tijd aan? Waar geef je prioriteit aan? Maar staan er dingen die werkelijk belangrijk zijn, staan die ook in die agenda? En soms best wel een hele goede oefening om eens van die onzinnige dingen die je helemaal niet moet plannen, maar eigenlijk wel wil doen, om die wel even op te schrijven. Morgenochtend, 7:30, stille tijd. Ik weet niet of je in je agenda staan. Precies wel zo'n gewoonte. Ik kom elke morgen mijn bed uit en dan ga ik dat doen. Morgenmiddag, avond, 7:00, uur wandelen, tijd met God. Ja. Ik merk, ik moet dat doen. Want een aantal dingen wat je kunnen afleiden. En als je niet oppast, dan zijn 2 weken zomaar voorbij. En dan kijk je terug. Dan denk je, te veel werk. Een hele leuke is, te veel uren op je mobiel. Als ik met onze kinderen een discussie heb over schermtijd, nou, dan merk je wel het verschil tussen een boomer en wat opgroeiende tieners en jongvolwassenen. Wat vinden we normaal met schermen? Durf je überhaupt? Durf je zelf af en toe te kijken, met schermtijd? En wat is dan je eigen conclusie? Ja, misschien durf je nog even te kijken zo. En durf je ook te zeggen tegen je partner, ik vind dit normaal. Durven jullie dat, jongelui? Dan kijk je even, wat is mijn schermtijd? En dan deel je met je iemand die hiernaast zit en zeg je, ik vind dit normaal. 5:00, 6:00, 4:00. Klinkt veel, hè? Maar het is niet uitzonderlijk. Doe het even na de dienst. Beloof het. Deel het met iemand. Kijk naar je schermtijd. Deel het met iemand en zeg of je het normaal vindt. Ja. Nog een paar. Te veel uren op Netflix. We zien de mannen onder ons. Veel te veel sport volgen. Ik vind sport ook erg leuk. Op een gegeven moment heb je al die abonnementen die voorbij komen. En als ik denk ik een live voetbalabonnement zou pakken, kijk ik veel te veel live voetbal. Dus ik neem voor mezelf mijn keuze. Iedereen moet die keuze lekker zelf maken. Ik neem geen live voetbalabonnement. Niet goed voor Michael Klaver. Is niet goed. Dat doet hij niet. Dus ik kan een half uurtje in de week kijken. Voetbal vind ik voetbal echt heel leuk. Ik heb zelf een voorkeuren. Ik zal ze voor me houden. De Ajaxiden onder ons zijn niet zo blij, weet je wel. Dus het is prima. Ja. Ja. Maar er zijn ook andere dingen. Focus op je huis. Misschien wel veel te veel schoonmaken. Altijd spik en span. Is dat in balans? Het is prachtig een schoon huis, maar is het in balans? Mannen, verbouwen. Hoe belangrijk is ons huis voor ons? Er zijn andere dingen voor ons. Is het in balans? Misschien veel te veel op familie, dat compleet uit balans is. Misschien wel. Ik vind ons gezin prachtig, maar is het in balans? Hoeveel pleasen we ons gezin? Hoeveel pleasen we onze kinderen? Is het in balans? Of is het misschien ook wel angst voor het nieuwe? Nee joh, dat kan ik niet. Iedereen kan dingen. Maar dat kan ik. Nee, ik niet. Ik kom er zo nog even terug. Anderen die hebben namelijk voor geleerd. En zijn niet zo'n eenvoudig persoon als ik ben. Herkenbaar. Ik heb het verhaal wel eens verteld, dus misschien dat sommige van jullie het wel eens hebben gehoord. Maar Esther en ik hebben tot circa 15 jaar geleden hebben we jeugdwerk gedaan. Dat deden we in de gemeente voor Rafael. We hebben het hier een aantal jaren ook mogen doen. En we deden jeugdwerk. En op een gegeven moment wisten we, het is eindig. Het seizoen is over. We mochten afsluiten, het duurt nog een jaartje door. We moeten afscheid nemen van dingen waar je van houdt. Dat doet pijn, dus we sudderen nog wat door. Uiteindelijk na een jaartje, alles was gesnoeid, alles was afgerond. Klaar voor iets nieuws. We hadden geen idee wat, maar we waren klaar voor iets nieuws. En we stonden er open in. Totdat een echtpaar in de gemeente, in het vorige gebouw nog, die nam afscheid als zorgoudste. Om goede redenen. Het was gewoon afscheid, nou,
Richard en Jannie de Leiden had van, joh, mensen nemen afscheid en punt. Was bloemetje, tot ziens. En ik zat naast Esther in de zaal en ik wist, God sprak, de Heilige Geest sprak. Dat is jouw plek. Maar ik dacht, zorghoudster. Ik werd allemaal warm, begon te zweten. En één ding dacht ik ga niet naar rechts kijken, daar zat Esther. Maar ja, precies, Esther zat rechts. Ik ga niet kijken, want als ik naar ga kijken, dan moet ik wat zeggen. Dus ik dacht, ik zeg niks. Ik hield mijn mond. En als je niks zegt, dan is het er ook niet. Hè? Dus ik hield het gewoon voor mezelf. Ja. Ja. Wat bijzonder was namelijk, voor mezelf, tot dat moment had ik niet zoveel met zorg of pastoraat. Ik kom uit een jongensgezin. Geen zussen. Geef ze een bepaalde cultuur thuis. Ik heb een commerciële opleiding gedaan. Altijd in business gezeten. Dus een zorgbediening. Come on. Als ik dat tegen mijn broers had gezegd, ik denk dat ze me keihard hadden uitgelachen. Dat is wel iets compleet over een andere boeg gaan. Ik hield dus mijn mond. Overigens, Esther hield ook de mond, dus ik was niet de enige. Dus het was bijna zo'n Jona-gevoel, weet je. Van, God spreekt, maar waar is die boot naar Tarsus? Weet je, waar is die boot? Wegwezen. Ja. Maar een aantal maanden geleden werden we gebeld door de toenmalige voorgangers. Een aantal maanden later. Heel goed. En we wisten genoeg, want we konden niet anders. Dus normaal gesproken denk je daar misschien een tijd over na. Nou, dat ging bij ons heel snel, want we wisten, God had gesproken. En we gaan het gewoon doen. Hoe gek en hoe berenspannend het ook was. Esther en ik, niet veel geleerd. Eenvoudig op dit gebied. We hadden geen idee wat het zou betekenen. Maar God had het plan van ons klaar liggen. Een nieuwe deur ging open. Een nieuw seizoen. Nou, ik kom nog even terug op Prediker 3 vers 11. Hij heeft de tijd in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het kon doorgronden. En we konden het echt niet doorgronden. Ja, en wat voor seizoen zit jij? Is dat een makkelijke vraag of een moeilijke vraag? Ben je hongerig? Om die vraag beantwoord te zien? Is het tijd om een visje te eten met Jezus op het strand? En bij hem te zijn. En intimiteit met hem te hebben. We hebben zijn plan voor jouw leven nodig. Maar neem je daar de tijd voor? Kom je tot rust bij hem? Ik ga een bruggetje maken naar Petrus. Ik ben bij de voorbereiding bepaald bij Petrus. En ik ben een fan van Petrus. Ik ben wel geen Feyenoorder, maar ik denk, al was hij voor een voetbalclub geweest, dan was hij voor Feyenoord geweest. Ongeleerd, eenvoudig, harde werker, nauwelijks status. De enige status die hij had, visser, misschien ook in de haven kunnen werken, maar... Visser, hard werken voor weinig, 's nachts werken en geen fris beroep. Hele dag in de vis, succes. Maar power, enthousiast, er moet wat gebeuren. Heer, wat gaan we doen? Come on, Heer, uw koninkrijk komt. Je hoort hem zeggen, hard op de tong. Wauw. En hij luisterde heel snel. Jezus roept hem in Lucas 5. Jezus die stapt met zijn bediening. Ja. Jezus roept zijn discipelen. En ook dat, hè, ik ga het niet voorlezen, maar ik ga het wel schetsen. Jezus die preekt bij het meer van Galilea. En hij heeft een boot nodig, want het was veel te druk. Dus hij pakt de boot van toen nog Simon, heette Petrus. En hij gaat in de boot van Simon staan en hij preekt. Nou, het preken van die tijd was geen half uur of drie kwartier, denk ik. Dat ging ietsje langer, die tijd. Dus uiteindelijk was het minimaal het midden van de dag. En toen zegt de Heer Jezus tegen Simon. Hey, ga even vissen, jongen, want er is wat te halen. Nou, ik kan een hoop dingen zeggen van Petrus, maar ik denk dat hij wel wist wat vissen was. Het was een beroep. At hij van. Dus hij wist heel goed, op klaarlichte dag ga je niet vissen. Want het is redelijk warm in Israël, voor degene die dat waarschijnlijk wel weten. En wat gebeurt er met die vissen overdag? Ja, het is veel te warm aan de horizon van het water, dus die gaan naar de bodem. Dus je gaat niet vissen overdag. Dat is gewoon dom, dat doe je niet.
Maar hij had al een paar uur naar de Heer Jezus geluisterd. En hij hoorde de stem van de Heer Jezus. Petrus, ga nu vissen. En wat deed hij? Heer, dit klinkt echt bizar dom. Zoiets heeft hij gedacht. Whatever. Het slaat echt helemaal nergens op, Heer. U weet niks van vissen, dacht hij misschien ook wel. Maar goed, als u het zegt, ga ik het doen. Nou, vraagt verder. De boot gaat helemaal vol. Kapseis bijna. En Petrus is eigenlijk om. Wow. Ik moet achter Jezus zijn. Als Jezus dan zegt, volg mij. Dan laat hij zijn boot gewoon liggen. En dan gaat hij achter Jezus aan. Maar dan zegt hij ook nog. Tegen Petrus op dat moment al. Vanaf nu aan. Hij is niet van over 3 jaar. Vanaf nu aan. Zult u mensen vangen. Visser van mensen. En Jezus gaf hem al van de richting voor het nieuwe seizoen. Vanaf nu aan zult u mensen vangen. Nou, wat gebeurt er? Ik zal een paar dingen schetsen van Petrus. Wauw, wat een prachtige kerel. Hij liep mee met Jezus. Hij mocht bijna overal mocht hij mee. Bij elke wonder wat Jezus deed. Dochtertje van Jairus. Ook die bijzondere ontmoeting. He, met Mozes en Elia op de berg. Hij mocht erbij zijn. Dat is een van de weinige discipelen. En Jezus noemde Petrus. He, de tweede keer dat hij werd vastgezet op zijn benen. In zijn nieuwe bediening. Jezus noemde Petrus de rots. Petrus de rots. Ik noem je niet langer Simon. Maar ik noem je Petrus de rots. Jij bent degene op wie ik mijn kerk ga bouwen. Kun je je voorstellen? Kereltje uit de haven van Rotterdam. Vissersboot. De haven van Bunschoten. René woont in Bunschoten. Dus daarom zeg ik altijd Bunschoten. Sorry René. Ja. En dan zegt ze tegen een eenvoudige visser. Hij had niet geleerd. Hij voelde zich eenvoudig. Had geen status. Op jou, Petrus, ga ik mijn kerk bouwen. En achteraf denk je, wauw, hebben we de Petrus mooie dingen gedaan. Het was gewoon een visser, mensen. Het was gewoon een visser. En Petrus ging, dat tekent Petrus ook, finaal op zijn gezicht bij de gevangenneming van Jezus. Finaal op zijn gezicht. Hij was erbij. Hij volgde Jezus, een van de weinigen. Jezus werd gevangen genomen. Al die toestanden. Wordt meegenomen. Hoe hij het voor elkaar kreeg het voor elkaar. Hij wist nog steeds heel erbij, dicht bij Jezus te komen. Maar uiteindelijk, bij het puntje, bij het paaltje kwam. Verloochende Petrus, Jezus 3 keer. Ik ken Jezus niet. Ik ken Jezus niet. Ik weet hoe het voor... Oh, was er eigenlijk binnen, hè? Ik ken Jezus niet. Dat was ook Petrus. Maar dan, het was niet het einde. Jezus staat op uit de dood. Halleluja! Halleluja, Jezus staat op uit de dood. En Petrus had Jezus al 2 keer daarna mogen ontmoeten. En Jezus zegt tegen Petrus, je wordt visser van mensen en ik ga op jou mijn kerk bouwen. Uiteindelijk gaat hij op zijn gezicht, maar Jezus staat op uit de dood. Hij mag Jezus 2 keer ontmoeten. Wauw, Heer, het gaat toch gebeuren. Uw koninkrijk gaat komen en ik, Petrus, mag meedoen. En wat ging Petrus doen? Staat er dan in Johannes 21? Nou, die gaat natuurlijk, die gaat vol, weet ik veel wat hij gaat doen. Die gaat mensen bij elkaar roepen. Hij is helemaal vol van Jezus. Hij ging vissen. Geen groot succes. Ik zal het al verklappen. Hij ging vissen. Johannes 21, vers 3. En de teksten daarvoor, Johannes 21, vers 1, beschrijf je Johannes alleen maar. Jezus openbaarde zich opnieuw aan de discipelen. Simon Peter was erbij, anderen waren erbij. Dus alle ontmoetingen worden dan beschreven. En wat zegt Simon Peters dan? Ik ga vissen. Best gek, of niet? Is er een paar vrienden van hem zeiden, ik
denk dat de meeste discipelen waren. Ze zeiden tegen hem, we gaan met je mee. Vers 3. Ze gingen naar buiten. Ze gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht, vissers, die vissen 's nachts, vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, kinderen, hebt u niet iets voor mij met eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Ik parkeer hem even. We hadden net een verhaal gehoord dat de Heer Jezus zegt, Petrus, ga overdag vissen. Dat was niet zo handig, maar de Heer Jezus wist precies wat er ging gebeuren. Nu zegt de Heer Jezus tegen een visser, ga niet aan de linkerkant van je boot vissen, maar gooi hem aan de rechterkant uit. Die tijd zat het stuurboord aan de rechterkant van de boot. Dus ook het roer zat onder het schip ook aan de rechterkant. Dus daarom, wat deden die vissers? Die gooiden altijd aan de linkerkant het net uit. Want als het een beetje, als je wat stroming hebt of je boot draait, wat dan ook, dan is de kans kleiner dat het net in je roer terechtkomt. Dus om je net aan de rechterkant van je boot uit te gooien, dat is gewoon het meest domme ongeveer wat je kan doen. Dat moet je niet doen. De kans dat het net verstrikt raakt in je roer is gewoon zo groot. Nou, of het is niet goed voor je roer, geen idee hoe dat verstrikt kan raken. Maar twee is, ik denk dat je netten heel kwetsbaar waren. En netten waren natuurlijk hartstikke kostbaar. Dus dat doe je niet. En eigenlijk daagt Jezus Petrus weer uit. We gooien het over een compleet andere boeg. Petrus, we gingen het toch anders doen? We gaan het anders doen, Petrus. Aan de rechterkant. Er staat dat ze Jezus nog niet hadden herkend. Maar het zal me niks verbazen dat er gewoon zo'n stemmetje was in Petrus' hart. Ik moet het anders doen. Ik moet het anders doen. Petrus gooit het net aan de rechterkant uit. En er kwam 153 vissen. En we lezen nog even verder. Vers 6. Dus ze wierpen het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, dat was Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. Typisch Petrus, duikt meteen in de zee. Dat bootje dat komt wel, ik duik gewoon naar Jezus toe. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver. Ze waren ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen. 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. Jezus nodigde Petrus uit om met hem te eten op het strand. Om van hart tot hart te spreken. Aanliggen bij Jezus op het strand. Ik en Esther besloten ook een seizoen af in 2020. We zaten in coronatijd. Het was voor ons een pittige tijd en eigenlijk vooral voor Esther. Esther kwam in een burn-out. En we stonden hier op het podium, denk ik 3,5 jaar geleden, weet ik niet. En de toenmalige bediening hebben we even neergelegd, want we wisten gewoon niet meer hoe we verder moesten. Omdat we het gedaan hadden, werd het ook, ja, het was transparant als bekend. Toen kregen we een appje van een broer. En het appje was eigenlijk heel kort. En die zei, neem je tijd, ga een visje eten op het strand met Jezus. En dat hebben we gedaan. En het was nodig. Want wij moesten ook snoeien. En als ik eerlijk ben, jongen, wat was dat moeilijk. Soms denk je, God zegent mij op dit gebied.
En stiekem wel dat je je identiteit eraan gaat ontlenen. Misschien stiekem wel dat je denkt, dit is van een hele lange tijd. En God wilde dat we gingen snoeien. Maar als God je zegent op bepaalde plekken, dan hou je ook van een heleboel van dat soort gebieden. En je ziet ook nog stiekem, of dat is in ieder geval je eigen perceptie, het was mijn eigen perceptie, dat het goed was dat bepaalde gebieden dat erin actief waren. En bij Esther was het al heel duidelijk, die was er heel makkelijk in. Heer, dit gaan we achter ons laten. En ik moest er echt mee stoeien. Ik zei, Heer, oké, die takken wel. Maar die takken, Heer, die takken toch niet? Oké, dan doen we dat allemaal, Heer. Maar die twee takjes, dat twee kleine takjes, Heer, die waren toch voor ons? Daar heeft u ons toch zo in gezegend. En de Heer zei, alle straf. En het was, dat was pijnlijk, maar het was de enige manier om door onze winterperiode heen te gaan. Alle stof, alle oude vruchten, alles terugsnoeien naar een nulpunt. En Petrus lag met Jezus op het strand een visje te eten. De bunschoten Spakenburgers, die hebben dat beeld bij vis. Niet iedereen eet vis. Vul een biefstukje. Ik denk dat de Heer Jezus een biefstukje met ons wil eten. Een vegenburger is ook prima. Ja. En jij stelde Petrus 3 keer de vraag. In alle rust. Petrus, hou je van mij? 3 keer. Petrus, hou je van mij? Heb je mij waarlijk lief? Petrus had hem 3 keer verloochend. Hij moest 3 keer worden rechtgezet. Petrus, hou je van mij? Maar wat vraagt Jezus dan steeds? Als Petrus zegt, ja Heer, ik hou van u. Zegt de Heer Jezus 3 keer. In andere woorden. Wijd en hoed mijn lammeren en mijn schapen. Wijd en hoed mijn lammeren en mijn schapen. Dat zeg je tegen een visser. Wat zal Petrus hebben gedacht? En ik vul het maar in. Ik ben maar een ongeleerde, niet gestudeerd. Ik denk dat hij misschien de VMBO niet eens had afgemaakt. Eenvoudige visser. Moet ik voor mensen gaan staan? Moet ik volgaan? Moet ik voor mensen gaan zorgen? Moet ik naar mensen gaan omzien? Heer, hoe werkt pastoraat? Moet ik gaan onderwijzen? Moet ik leiding gaan geven? Ik, Petrus, met al mijn grappen en grollen. Foute grappen. Weerwoord. Moet ik opeens genuanceerd gaan doen, Heer? Moet ik af en toe mijn tong eraf bijten, omdat het verstandiger is voor de groep? Geen flauwe grappen meer. Petrus gaf geen weerwoord. Ik denk dat hij precies wist wat Jezus bedoelde. De tijd van vissen was voorbij. Tijd voor een nieuw seizoen. En wat het inhield, Petrus ging pas echt uitstappen toen hij zijn zalving had ontvangen op de Pinksterdag. En dat hebben we allemaal nodig. Mijn boodschap is niet vandaag, ga hard werken en pak een snoeischaar en ga alles knippen. Mijn boodschap is vandaag, ga Jezus opzoeken in alle intimiteit. En wees hongerig naar zijn zalving. Toen Petrus zijn zalving had ontvangen op de Pinksterdag, ja, toen ging je helemaal aan. En dat was ook de enige manier. Toen ging je helemaal aan. En wat voor seizoen zit jij? Zit je vol in je lenteperiode? Ben je vol aan het groeien? Zoek je misschien nog wat richting? Ben je alles aan het ontspruiten? Groei je alle kanten op? Of zit je misschien wel in jouw herfst? Of in je winterperiode? Misschien sta je wel stil. In de wachtstand. En heeft God misschien al lang gesproken. En zie je misschien net als Michael en Esther. Heerlijk op je kerkstoel. Voor je uit te staren. Terwijl je misschien al lang weet. Welke kant je op mag. Wat wij 15 jaar geleden hebben ervaren. Of zit je nog in de fase. Dat je moet snoeien. En opruimen. Waar word je door afgeleid?
Wat houdt je weg van intimiteit met Jezus? Heb je overzicht nodig om de vaste plant in jouw leven, wat echt waarde heeft, jouw bestemming, zuurstof en zonlicht te geven? Of zit je misschien stiekem in een fase dat je alleen maar je eigen plezier of je eigen plannen naloopt? Moet je naar het strand, visje eten met Jezus? Wat spreekt hij tot je hart? Heb je nieuwe zalving nodig? Ja. Even nogmaals die deuren van Kiepen ook aanhalen. Als er dingen ook zijn die je weerhouden van intimiteit met God, doe die deur dicht. Is het zonde? Precies rebellie? Precies wel niet eren van de volgers? Whatever. Beleid het en ga naar de dienst, naar het ministerieteam. Ja. En terug naar het snoeien. Even de Ravel cultuurwaarde is moed. Hij zat vorige week op de sheet. Een van de vijf. Een van de cultuurwaarden. Moed. En het vergt moed om te snoeien. Het gaat op pijn heen. En een mooie drie trapje. Het snappen, willen en kunnen. Snappen, willen en kunnen. Dat is een mooie drie eenheid. Als je gaat snoeien, weet je nooit wat je terugkrijgt. En snappen en kunnen staan ons vaak in de weg. Snapte Esther en ik dat we drie, vier jaar geleden moesten snoeien. We snapten er allemaal niks van. Snapte Petrus dat hij zijn vissersboot echt achter moest laten. Ik denk dat hij er allemaal niks van snapte. Kunnen. Petrus wist, hij wist helemaal niks wat hij kon. Hij kon vissen, dat kon hij. Maar hij wilde het, want Jezus sprak tot zijn hart. Hij wilde het. Hij maakte een wilskeuze, een wilsbesluit. Dan spreekt Jezus tot jouw hart. Ik wil hem gaan afronden. Dus kunnen onze ogen sluiten. Heer, ik geloof echt dat het in een prachtig seizoen staan, Heer, die u heeft voorbestemd. Heer, misschien stappen we al uit. Hebben we uw woord ontvangen? Heer, zetten we stappen naar voren. Heer, en we houden uw hand vast. We danken u daarvoor, Heer, dat u ons in de bestemming zet. Die u voor ons heeft voorbestemd. Heer, maar misschien zijn er ook mensen die zoeken, die misschien wel stilstaan, die misschien wel vragen hebben, die misschien hartstikke hard groeien, maar weten niet, Heer, waarheen ze mogen groeien. Heer, misschien zijn er wel broers en zussen in ons midden, die misschien wel veel te veel stilstaan, op welke reden ook. Lijkt er een deur dicht te staan. Of als ze niet eens weten, of ze wel willen opentrekken. Kom met uw Heilige Geest, Heer. Kom met uw Heilige Geest, Heer, waai. Ja, lieve broers en zussen, Jezus nodigt jullie uit om een visje te eten op het strand. En hij zet je in je bestemming. Hij zet je in de volgende stap. En als dit voor jou is vanmorgen, neem dan een wilsbesluit. Misschien snap je er allemaal niks van, misschien twijfel je of je het wel kan. Neem een wilsbesluit. Want Jezus spreekt in je hart. Als dit voor jou is vanmorgen, ga dan staan.
keuze vanmorgen. Jezus verlangt ernaar om met jou een visje te eten. Hij kent je hart. Hij zoekt je hart. Dank u, Jezus, voor uw goedheid. Dank u, Jezus, voor uw schoonheid. Dank u, Jezus, voor uw... bizar mooie plannen die u voor ons heeft. Ik zegen in ieder, Heer. Nieuwe intimiteit met u deze morgen. Dat we mogen verstaan en hongerig mogen zijn, Heer. De nieuwe stap, Heer, die u voor ons heeft voorbestemd. Dank u, Jezus. En spreek waakzaamheid, Heer, over onze gemeente uit. Spreek opmerkzaamheid, Heer, over onze gemeente. Dat we de seizoenen mogen zien zoals u ze ziet. Ja. Tijdsgeest mogen zien, Heer, zoals u hem ziet. Dan zegen jullie mij in Jezus' naam. Amen. Amen. Michael, je hebt al prachtig afgesloten, dus dat ga ik niet nog een keer overdoen. Ik wil jullie allemaal zegenen deze week met zijn aanwezigheid en met zijn leiding. En ik bid dat we als brieven van Christus mogen zijn voor onze omgeving. En ik zeg altijd tegen de kinderen als ze weggaan, dan zeg ik altijd waar ze ook heen gaan. Gedraag je als zonen en dochters van de Allerhoogste Koning. Dus dat wil ik je als moederlijk advies meegeven. Fijne dag verder. Yeah.